Ik zou graag willen beginnen met jullie van harte welkom te heten op deze tweede editie van de Human Library die wij als BiblioPlus in ons werkgebied mogen organiseren. Het was eigenlijk bedoeld voor vorig jaar, maar als ik hier iedereen zo echt weer live zie staan, dan ben ik blij, en Anita ook, zei ze net tegen mij, dat we toch nog even gewacht hebben totdat het weer kon. Een bijzonder welkom aan alle levende boeken, alle begeleiders van de levende boeken, onze wethouder Joost Hendricks, van harte welkom, en heel veel welkom ook aan alle medewerkers en vrijwilligers van de partners, waaronder natuurlijk de mensen van deze prachtige tuin. Het is, ik ben er trots op als bestuurder dat wij de Human Library naar het land van Kuik hebben gehaald. De eerste keer was in Boxmeer in een kerk, een heel bijzondere setting, en het is eigenlijk weer gelukt om voor dit hele bijzondere project een hele bijzondere plek te vinden. Laat ook heel goed zien hoe die veranderende bibliotheek, welke kant dat op gaat. Want het zijn vandaag levende boeken. Het zijn dus boeken waar we ons als bibliotheek al 100 jaar heel intensief mee bezighouden. Maar het zijn ook mensen. En die combinatie, ja, dat is heel treffend eigenlijk de koers die wij als bibliotheek varen. Want wij zijn heel erg bezig met verbindingen tussen mensen op inhoud, op inspiratie, op kennis, op informatie. En daarom maakt dit project, ja, symbolisch ook een heel mooi onderdeel uit van onze koers. En ik, ja, persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat wij hier zijn om te leren van de ander. En dat we hier zijn om eigenlijk in je bewustzijn te groeien. En dat kun je eigenlijk vooral door in contact te treden met die ander die net iets anders is, of juist heel erg anders is dan jijzelf. Dus dat maakt ook nogmaals, ja, waarom ik me persoonlijk gewoon heel erg verbonden voel met dit project. En dat ik blij ben dat we dit vandaag voor de tweede keer kunnen organiseren. Ik sluit af met jullie ontzettend veel plezier te wensen. Veel aandacht en goede gesprekken. Doe een klein schietgebedje naar boven, dat we het droog houden tot 5 uur. Is al geregeld, zie ik daar. Ja, hartstikke fijn. Dat is toch een voordeel dan, hè? Ja, en dan geef ik graag het woord over aan Joost, waarna we echt zo meteen van start kunnen gaan. Dank jullie wel. Nou, Cyriel, daar moet ik dan nog iets aanvullends op weten te verzinnen. Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Joost Hendricks. Ik ben wethouder hier in de gemeente Kuik. Voordat in Europa de boekdrukkunst werd uitgevonden en het overdragen van kennis en verhalen overging op het schriftelijke, was het heel gebruikelijk om verhalen mondeling, zal ik maar zeggen, over te geven en door te geven. Dus het is iets heel vernieuwends wat we vandaag doen, hè, dit Deense concept. Maar eigenlijk is het iets heel ouds, het vertellen van verhalen aan elkaar. We lezen veel tegenwoordig, maar vergeten daardoor wel eens het gesprek. Nou, ik zie er erg naar uit, ook naar het gesprek wat ik zo dadelijk ga hebben. Ik hoefde niet lang na te denken, ondanks dat het heel veel aantrekkelijke boeken waren, welke keuze ik zou maken. En volgens mij kan ik het dan kort houden. Ik wil Cyriel, jou en al jouw mensen hartelijk danken. Er zijn weinig organisaties zonder anderen tekort te doen, hoor. Maar in de gemeente en in het land van Kuik die zoveel samenwerken en de verbinding zoeken met goede ideeën als de bibliotheek, BiblioPlus, dat lukt iedere keer weer. En dat wordt ook herkend door alle gemeenten in het land van Kuik. Een van de weinige subsidies die onomstreden zijn, zal ik maar zeggen. Dat is die van de bibliotheek. En terecht. Er staat op camera. Ja, ja. Nu kan ik het nog zeggen dit jaar. En de plek waar we hier staan. Ik zie Stan en Lisette en veel bekende gezichten. We staan in Wereldtuin Verdeliet. Een prachtig burgerinitiatief dat gewoon erbij hoort. Ja, niet alleen prachtig
Ja, je hoeft hier maar te gaan staan en te kijken. Het is prachtig. Maar vooral wat hier al jarenlang gebeurt. Ik wens alle boeken. Dat is toch ook wat om dat zo te zeggen. De menselijke boeken veel succes en plezier. Vrijwilligers, heel erg dank dat jullie er vandaag zijn om dit mogelijk te maken. En ja, ik zie ook uit naar mijn eerste gesprek. En dan is het bij deze volgens mij officieel geopend. Yes, in de verstand. Ja, jullie hebben net een gesprek gevoerd. In de Human Library, voor het eerst ook volgens mij? Ja, voor mij wel. Mijn vraag is, hoe was dat? Ja, het was wel even wennen. Maar we kwamen eigenlijk wel snel in gesprek. Omdat we toch wel... hij was ook geïnteresseerd. En we hebben toch wel wat dingen wat we konden bespreken, toch? Dus, ja, het was een leuk gesprek. Ik ken het kickboksen een beetje, maar niet goed. Dus, En Helen... had het goed kunnen uitleggen, ook wat het met welk doel ze doet en wat ze bereikt heeft. En, ik vond het een mooi gesprek. Ja. Ja, want Helen, jij bent het levende boek voor de duidelijkheid. Ja. Kun je heel kort iets over zeggen? Nou, ik ben Helen Koning Kuik. Ik heb samen met mijn man en mijn broer een Thai kickboxschool hier in Kuik, Budaya. En dat doe ik al meer dan 30 jaar. En wij doen ook aan wedstrijden van jeugd tot en met oud. En we hebben dus best wel veel bereikt. En in ieder geval, de vechters hebben veel bereikt door onze hulp, laat ik het zo zeggen. Ja. En en er is nog altijd plek, dus er kan altijd mensen komen trainen. Okay. Dus Kun je ook iets zeggen over de vooroordelen die je ervaart? Of waarom doe je mee als levend boek bij de Human Life? Het was eigenlijk zo. Mijn broer die zegt, het is een sport wat goed is voor jou. Mijn moeder zei van niet, want het is... Eigenlijk, ze vinden dat allemaal een agressieve sport. Plus, het is een jongensport, wat ze zeggen. Ik ben blij dat ik het heb gedaan. Want waarom? Gewoon ook dat ik mezelf kan verdedigen. En sommigen zeggen van, ja, maar het is een asociale sport. Maar Thai en kickboksen is geen asociale sport. Want je leert daar respect, discipline en normen en waarden. En je krijgt het ook wel van thuis mee, maar ook qua vechtsport krijg je dat ook mee. En... ik vind gewoon dat ook voor de vrouwen vind ik dat heel erg belangrijk. Vooral in tegenwoordige tijd. Dat ze het kunnen gebruiken. Want ja, je weet zelf hoe het is. Als je s'avonds als vrouw zijnde buiten loopt, kun je aangerand worden of wat dan ook. En je kan een beetje vechten. Of wat zelfverdediging. Ja, dan is weer een pluspunt voor een vrouw. Dus, En daarom ben ik ook onder het thaibox en kickboxing gegaan. Dus, Ja, dankjewel. Dan de lezer. Hoe ging je het gesprek in? Wist je al... Wie het levende boek zal zijn? Dat was een totale verrassing. Nee, ik wist alleen dat ze kickbokster was. Dat het een vrouw was, wist je al wel? Ja, dat wel. Ja. Dat zag ik aan de foto. Maar ik wist niet wat en hoe ze het deed. En met op welke manier. En dat vond ik wel mooi. Het was meer dan alleen de sport zelf. Want het is meer ook een maatschappelijk doel wat ze ermee heeft. En ja, dat vond ik mooi om te horen. Dat ze daar echt jongens en meisjes heeft geholpen. Om een andere stap te zetten in hun leven. En ze komt ze ook nog tegen, hoorde ik ook. Dus los van de sportieve heeft het ook een maatschappelijk doel. En dat vond ik wel mooi om te horen. Ja, dankjewel. Ja, ik ben Walter. Ik kom uit Os. Mijn boektitel is Niet aangeboren hersenletsel of coma en dan verder. Ik heb een tijd in coma gelegen. Daarna heb ik alles weer opnieuw moeten leren. Ik ben in feite opnieuw geboren. Ik heb gewoon een rolstoel gezeten. Ik ben spastisch geweest. Ik ben verlamd geweest. Ik had geen geheugen meer. Ik kon niet slikken. Ik kon helemaal niks meer. Ik heb alles moeten leren. Als een baby weer opnieuw moeten leren. Alles is weggeëpt. Zo'n beetje mijn lichamelijke klachten. Maar dan blijft er hersenletsel over. En dat zit onder de
menselijke motorkap, zeg ik altijd. En die zie je niet. En dat is, ja, daar gaat mijn verhaal over vandaag. En dat is het boek waar je geschreven hebt? Ja, ja, ik heb 5 boeken geschreven, maar dit is mijn Mama, waarom moest ik vallen? Jullie hebben Walter gekozen. Het levende boek Niet aangeboren hersenletsel of coma. Je hebt net ook al aan Walter omschreven dat ik denk dat wij beide de gedachte deelden dat niet aangeboren hersenletsel komt best wel veel voor met trauma's of gebeurtenissen die mensen overvallen. En het is iets wat je lastig in kunt denken hoe het zou zijn, omdat je aan de mensen zelf zie je niet op het eerste gezicht dat er iets mee is. Terwijl het wel degelijk heel veel impact heeft op iemands leven. En het verhaal van Walter geeft eigenlijk in iedere vorm aan hoeveel impact iets kan hebben op iemands leven. En hoe lang dat is. En niet dat je wakker wordt uit een coma en dat het leven gewoon verder gaat. Ja. Maar dat je dat je hele leven met je meedraagt. Dat is de reden waarom we voor Walter gekozen hebben. Om dat van Walter zelf te kunnen horen. Wat het allemaal doet. Ja. Walter, je bent al best wel vaak meegedaan met de Human Library. Klopt, ja. Waarom doe jij mee? Nou, ik vind het belangrijk om uit te leggen wat niet aangeboren hersenletsel is. En aangeboren hersenletsel is bij iedereen weer verschillend. Bij mij zijn de zichtbare beperkingen weggeëpt. Maar het onzichtbare zal altijd deel uitmaken van mijn ik. En ik zeg altijd, je kunt nog zo'n mooie auto hebben. Maar als de motor defect is onder de motorkap, dan zal die nooit ver rijden. En zo is het eigenlijk ook met de menselijke hersens. Die zitten onder de menselijke motorkap. En als daar iets defect aan is, dan zal die ook niet helemaal normaal functioneren. En omdat die onzichtbare beperkingen te laten zien, wil ik dat graag uitleggen. Dus wil ik in feite het onzichtbare laten zien. En daarom vind ik het zo mooi werk om dit te doen. Dankjewel. Wat is jullie opgevallen aan het gesprek? Of hebben jullie iets bijzonders gehoord? Ik moet zeggen, ik vond het heel bijzonder eigenlijk. Hoe hij twee maanden toch nog in de coma? Ja, 2 maanden. En alsnog de kracht en de wil had om gewoon verder te gaan in het leven. En alsnog verder te schoppen om te zeggen dat hij acteur gaat worden. En dat hij ook een schrijver gaat worden. En dat hij dat gewoon naar mensen toe wil brengen. En daadwerkelijk is het hem ook gewoon gelukt. En dat vind ik eigenlijk heel knap, want ik denk het eerste van als ik dat zou meemaken, ik weet niet of ik dat zou overleven, gewoon mentaal ook niet, want daar moet je ook gewoon mentaal sterk voor zijn. En dat vind ik eigenlijk heel knap en heel mooi om te zien. Want dat had ik ook tegen Walter gezegd, je kan het van een neuroscientist horen hoe het allemaal hoort te zijn, maar als je het meekrijgt van iemand die het heeft meegemaakt, speelt je gevoel er ook in en dan kan je ook meer begrip voor tonen. En ik vind het echt heel knap dat het hem ook gewoon is gelukt dat hij gewoon vandaag hier kan zitten en het gewoon vertellen. Eigenlijk, ik ben echt helemaal onder de indruk eigenlijk, eerlijk gezegd. Dus dat vind ik echt heel knap. Met welk boek heb jij gesproken? De Maagverkleiner. En hoe vond je dat? Ik vond het heel leuk. Ja? En kwam je speciaal hier naartoe voor een boek of was je hier toevallig langs? We kwamen hier toevallig langs en papa zag dat hij open was. En toen kwamen we om honing te halen. Oh ja, dat kan hier ook natuurlijk. Mm-hmm. En toen zag je van, hé, er is een evenement. Mm-hmm. Spreken. Oh, wat leuk. En dat wilde je wel graag doen. Ja, want ik hou in het echt ook wel van lezen. Je vond het wel een leuk gesprek. Mm-hmm. En wat vond je het leukste eraan? Dat het gewoon gezellig. Was. Wat heb je ook nog wat geleerd misschien? Was het met de zen? Ja. Ja? Ja. Weet je nog wat? Wat bijvoorbeeld bepaalde woorden betekenden. Bepaalde woorden betekenden, want het ging om de maagverkleining, hè? Mm-hmm. Ja, nee, heeft hij wat over verteld. Mm-hmm. Hoe het is gegaan. Dat vond je wel interessant. Mm-hmm. Nou, hartstikke goed. Nou, misschien kun je de volgende keer, als we het nog een keer doen, nog een keer langs komen. Mm-hmm. Ja? Ja. Oké, dankjewel.